ik ga naar de vogels. Dus bij deze heb je een scoopje misschien voor op je tv-zender. Je gaat naar IJsselmeervogels? Ja. Ja. Dat wordt om 4:30 bekend. Jij wist het nog niet, maar ik heb het net aan de jongens verteld. Ik denk, als ik nou wegloop en je hoort over 5 minuten via andere kanalen dat dat zo is, dan sla je me met die microfoon om oren. Ja. Maar het is gisteravond rondgekomen, ja. Van harte gefeliciteerd. Prachtige club natuurlijk. Waarom wilden ze jou zo graag hebben? Waarschijnlijk omdat ik de laatste jaren met AC en Urk positief gepresteerd heb. Ik denk, je praat over jezelf, dat is moeilijk, maar dat mijn teams in ieder geval aanvallend voetbal spelen. Ik kreeg net van een andere collega van jou de vraag, waarom ga je naar rust zelf 1-1 spelen, terwijl je 3-1 voor staat. Nou, dat typeert een beetje hoe wij denken. Niet in de laatste plaats, omdat dat natuurlijk, zoals veel weten, wel een droomclub is voor mij. Ik wou ooit trainer worden van Urk. Maar ik denk dat IJsselmeer wel eens historisch gezien een van de grootste en misschien wel de grootste amateurclub is. Ja, en dat ik daar dan hoofdtrainer mag zijn, ja, dat is wel een droom die uitkomt. Ja, voor hoeveel seizoen ga je tekenen? Nou, eerst maar eens voor 1. En wel een optie erin voor nog een jaar. En komt gewoon veel op je af nu. Maar ik ben blij dat het nu bekend is. Dan is het ook duidelijk. Ja. Dan hebben we vanavond en morgen en maandag eventjes wat drukte om te horen. En dan kunnen we vanaf dinsdag weer naar Hoek toe gaan werken. Ja. Ook een club misschien wel een beetje vergelijkbaar met Urk. Met een hele fanatieke achterban. Een beetje dezelfde achtergrond. Vissersdorp. Ja, eigenlijk lijkt het in alles op Urk. Alleen het verwachtingspatroon ligt natuurlijk wel hoger. Ja. En dat wordt weer een uitdaging om daaraan te voldoen. Ja. En wat is dat verwachtingspatroon? Wat verwachten ze van jou met IJsselmeervogels? Terug naar de top. En dat is boven in het linker rijtje. Maar of dat dan eerste, tweede, derde of zevende wordt, dat weet je niet. Ja, maar de laatste jaren bungelen ze een beetje onderin. Daar willen ze vanaf. Ja. Dit is wel echt de club waar je op gehoopt had. Hè? Je past heel goed in je opbouw van je carrière, bedoel ik. Ja, misschien als je het zo bekijkt, komt hij misschien wat te vroeg. Maar dit is gewoon na 26 jaar het mooiste wat je kan gebeuren in mijn positie.